Nederlandse Loterij Topcompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door... Nick Brabant, was dit voor jou ook zo'n verrassing? Voor mij was het ook wel een verrassing, ja. Is het gek dat wij jou nog helemaal niet kennen? Nou ja, weet je, ik ben er pas eerstejaars. Ik weet wel dat ik dit goed kan, een kort stukje vol gas. Maar dat dit zo uitliep, had ik niet verwacht. Het moet fantastisch zijn. Je wint een tijdrit in de topcompetitie. Ja, klopt. Dat is ook een super gevoel. Over de finish wist ik wel dat ik goed reed. Alleen ik dacht dat dat was een vijfde plek. Toen word ik gelijk eerste. Ja, tot was het afwachten, vol spanning en pakte hem gewoon. Ja, hoe spannend is dat dan? Hoe gaat dat? Ja, ik zat in de kleedkamer met een paar jongens van de ploeg. Ja, elke keer gewoon kijken wat voor tijden er komen. Een beetje geintjes maken natuurlijk. Ik schrok me een paar keer dood. Maar ja, het was wel mooi, man. Ik dacht er gewoon. Je hebt gewonnen. Ja, ik weet het. Dat moet ontzettend veel motivatie geven voor de rest van het weekend. Ja, ik hoop het wel. Kijken of vanavond met die wind nog allemaal wel goed doorgaat. En anders morgen een mooie koers maken. Ja, nog even over die 4 kilometer. Hoe was dat met die wind? Ja, je rijdt eerst... een paar moeilijkere bochtjes door en dat gaat allemaal redelijk vlot bij mij. En toen was het eigenlijk, ik hoorde van die jongens dat ze een beetje rond de 70 reden over het stuk door het veld. En ja, daar zo trokken gewoon door naar een beentempo wat me lekker lag. En daar ging ik gewoon vol gas. En daarna het bruggetje over een beetje over de klinkers, daar ging ik wel kapot. Daar zo was het niet meer leuk, maar die pakte ik toch nog wel snelheid zat. En nou ja, toen de laatste bochtje goed doorstuurde, die liep ook top. En nou ja, sprinten naar het laatste stukje en dat was net genoeg. Lijkt me of je geen pijn hebt gehad tijdens die 4 kilometer, of klopt dat niet? Ja, ik heb het eind wel een beetje moeilijk gehad. Ik zat er wel goed doorheen en ik had pijn in mijn poten, maar het was het wel waard. Wist jij die hele 4 kilometer al dat je goed bezig was? Hoe voelt dat als tijdrijder? Nou ja, weet je, ik begon eraan en ik dacht van ja, het voelde wel goed. En ik kon na alle bochtjes in het begin voelde ik gelijk aan mijn benen dat ze wel gewoon oké waren. En dan, nou ja, daarna ga je gewoon een ritme rijden en als je hard gaat, dan ga je gewoon hard daar zo. En dat voel je gelijk wel aan. En ja, dat was er gewoon. En ja, het ging goed. En dan win je de tijdrit. Over anderhalve week de tijdrit in Emmen, moeten we je daar ook in de gaten houden? Ik sta niet opgesteld. Maar ja. Er gaat nu verandering in komen, toch? Ja, je weet het niet, je weet het maar niet. Nederlandse Loterij Topcompetitie wordt mede mogelijk gemaakt door...